Goedemorgen iedereen, welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Dus we gaan zo de kleine naar school brengen. Hij is nu nog aan het spelen met een stuk van de stofzuiger. Je kunt het goed zien. Maar het is momenteel ook mistig. Dat is niet zo heel vaak dat gebeurt. Maar het is echt wel mistig, dus je ziet goed dat het mistig is. Aan de andere kant zie je nog beter eigenlijk. Maar het is echt mistig geworden. En dat is niet heel fijn. Dus we weten dat nu als je aangaat, omdat ze eerst hem zien, de buggy, en dan mij. Dus daar moet je een vuurvestje aangedaan. Maar het is echt wel mistig. Dus, het is niet zo leuk. Dan zie je ook niet zo goed en dan auto's en zo. Dus het is echt wel. Ja. Maar goed. Het is wat het is. Dus je kunt alleen maar. Ja. Dus het is echt frisjes. Ook nog. Dus daarom dat we onze vluvestje hebben aangedaan om goed op te vallen. Want ja, niet de bedoeling dat we onder een auto liggen of zo, dat we wel heel zichtbaar zijn. Dus aan de snelweg, aan de viaduct is het nog erger, er is nog meer mis, daar zie je bijna niks. Maar gelukkig, daar moeten we niet zijn en zo, hè. Aan de viaduct. Het zijn auto's. Dus kijk, je ziet misschien niet zo goed dat het mistig is. Dus was bij jullie ook zo mistig? Laat het even weten op 6 mei. Dus, ja, dat hoort erbij als je kinderen school bent natuurlijk. Dat hebben we nog niet gehad, hè. Ja. Maar goed. Dat was het de eerste keer, hè. Ja. Eigenlijk wel heel grappig hoe dat het weer aan elkaar doet eigenlijk. Het is vanmorgen nog echt heel mist, dat heb ik kunnen zien. Nu de zon schijnt, het is warm. En daar zijn we aan het werken, zodat je kunt horen. Dus ja, we maar richting Enzo en school nu. Ik heb toch liever de zon. Misschien gaan we straks nog naar de kermis. Niet om de mogelijkheid of zo, maar om een suikerspin te gaan halen voor mijn zus. Dus dat gaan we misschien nog wel doen. Dat gaan we nog bekijken. Maar we gaan vooral eerst zorgen dat hij eten heeft. Dat we daar zo'n ding allemaal. Dus dat gaan we eerst. Dat is de eerste taak die we gaan uitvoeren. En meer niet. Dus drukken. Niet te laat, dan sta je goed door het licht. En op toe in de tuin.
bezig is, waar moet hij? Nee, niet op de grond, hè. Ja, waar moet die? Ik ben aan de bushalte. Normaal zijn we binnen een paar minuutjes voor de bus hier aankomen. Dus ik ben eens benieuwd. Ja, we gaan voor de uitwandeling met de bus. Ook om een beetje te leren. En, het is ook al makkelijker dan verliezen we zo'n tijd. Als natuurlijk de bus op tijd is, natuurlijk. Hè. Het zou 14:15 zijn en om 14:17 zou de bus hier moeten zijn. Dus ik ben eens benieuwd eigenlijk. Dus we zien het wel. Ticketje heeft hij niet nodig, mondkapje moet hij niet opzetten, dus hij is volledig in regel. Dus en straks gaan we op de bus. Wij zijn eens benieuwd. De eerste keer op de bus. We zitten erop. Van eten en zo. Dus nu gaan we richting huiswaarts. Nou, we zien wat we moeten zien. En zo, ja, ze is ook een beetje moe. Dus kunnen we wel vertrekken. Ik merk heel veel dat mensen me zien die dan niet durven vragen voor een foto of zo, maar wees gerust. Spreek me rustig aan, ik heb niet liever dat je me aanspreekt. Dus als je op de foto bent geweest, dan kan je de foto altijd delen met de hashtag #PolestarFans. En dan zie ik je ook, of je mag die ook altijd doorsturen naar mij. En dan plaats ik die in mijn fotoalbum. Dus gewoon doen. Vond je dit een leuke video, dan zeker het boven je niet abonneren. En morgen zijn we weer. Morgen gaan we trouwens naar de open deur van de VTS3. We gaan dus geskeet beelden maken en we gaan ook nog eens een keer kijken naar het park. Maar sowieso gaat onze muffin dan voor de eerste keer geschoren worden. Dus ik ben er echt wel heel benieuwd naar hoe hij gaat reageren erop. Allee, zij gaat reageren erop. Dus ik ben er heel benieuwd naar. Dus komt vast en zeker wel in orde.